Zo zag het er vorige week maandag uit in de Spireastraat in Schiebroek. Voor de tweede keer in 3 jaar tijd stond de kamer vol met rioolwater. En daar zo is dus ook de muur kapot. En daar begint het ook al schimmelvorming te geven, want dan zie je echt het groen allemaal al er doorheen komen. De bewoners beschuldigen de woningcorporatie ervan niet met goede oplossingen te komen voor de problemen die ze aankaarten. Het wordt meer ons probleem, terwijl wij gewoon huurder zijn. Nou, ik betaal voor wooncomfort, want dat is mij ook vaak gezegd. Wooncomfort, krijg je voor je huurgeld wat je betaalt. Maar zoals ik nu weer zit, denk ik van, ik heb hier geen wooncomfort. De bewoners van het nieuwbouwhuis in Schiebroek zijn niet de enige huurders met klachten. In dit studentenhuis aan de Beukelsdijk zijn ook al jaren problemen. Vooral over de schimmel en over het onderhoud wordt geklaagd. Sinds 2008, 2009 is het al eigenlijk aan de gang. We merkten dat het begon te stinken, dus we zijn met 2 studenten naar beneden gegaan. En hebben dat eigenlijk gaan bekijken. En we hebben wel klachten gemaakt, maar ze namen het niet helemaal serieus. Ze hebben het ook niet helemaal opgelost. Woningcorporatie Haversteder heeft in een reactie laten weten bezig te zijn met een oplossing voor de rioolproblemen in de Spireastraat, maar dat heeft tijd nodig. Van de bewoners van de Beukelsdijk heeft de woningcorporatie nog geen klachten ontvangen.